Wat moet je nou in godsnaam met meer dan 2 ton per jaar? Nou, ik kan wel wat bedenken hoor, Jasper. Kop hem maar in. We doen tegenwoordig aan links lullen en rechts vullen. Ik niet. Paul Roosmuller, GroenLinks-corrivee, die is eigenlijk lekker gaan lobbyen. Ja, hij is voorzitter van de Raad van Toezicht bij de Autoriteit Financiële Markten. En hij vindt dat die bestuurder daar wel meer mag verdienen dan de minister. Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat je daar niet voor moet lobbyen, of je nou van links of van rechts bent. We kennen hem van GroenLinks, een partij die met de SP strijdt voor normale salarissen. En niet het gegraai aan de top. Dat we dan moeten lezen dat hij zelf een beetje heeft zitten graaien aan de top. Het is natuurlijk te gek voor woorden. Kijk, Roosmuller is een oude Maoïst. Die heeft letterlijk gezegd, van Mao kun je heel veel leren. Hij was een aanhanger van het communistische regime in Albanië. Hij zat in het bestuur van de GML, de groep Marxisten-Leninisten. En nu is die man ineens bekeerd tot het kapitalisme. En niet een beetje ook, maar hij wordt helemaal dronken van het geld. En die oude Maoïst vindt dus nu dat iedereen ver boven welke balken en de norm dan ook moet verdienen. Hij heeft zijn beknopte levensloop even aan de kant geveegd. En hij is nu gewoon lekker aan het verdienen. En vooral voor anderen. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Kijk, die balken en de norm die is ruim genoeg. En kijk, als je voor dat geld niet bij de AFM wil werken, dan neem je maar lekker een krantenwijk. Dan ga je wat anders doen. Jesse Klaver die fiets lekker op zijn bakfiets rond en zegt de kraan moet dicht. En lekker plassen onder de douche. Allemaal besparen. Paul Roosmuller is lekker aan het wapperen met die biljetten hoor. Ja, maar dat zijn onze centen hè. Kijk, linkse mensen, ik kan altijd heel goed om ze lachen. Maar af en toe hebben ze mij niet meer nodig om zichzelf belachelijk te maken. Wat moet je nou in godsnaam met meer dan 2 ton per jaar? Nou, ik kan wel wat bedenken hoor, Jasper. Kop hem maar in. Natuurlijk. Maar wil je dan 6 keer op vakantie in plaats van 3 keer? Wil je dan 5 auto's in plaats van 2 auto's? Ik snap dat nooit. Als het boven de 2 ton komt, echt, geloof me, daar word je niet gelukkiger van. Kan Roosmuller zich zo meteen nog wel vertonen bij GroenLinks? Ja, nou, kijk, hypocrisie is daar natuurlijk de name of the game. De slogans zijn altijd mooi, maar in hun eigen persoonlijke leven gaat het altijd wat anders. Ja, de slogans bij Paul Roosmuller is dan van Mao kun je nog heel veel leren, maar in de praktijk is het dan gewoon Norman Gecko.